Steeds meer kinderen hebben een smartphone. En op zo'n smartphone staan apps. Deze worden ontwikkeld door ICT-professionals, maar ook door studenten. Van 30 september tot en met 2 oktober is er een blockchain hackathon in Nijmegen. Waarbij studenten in 48 uur een prototype van een app moeten maken en presenteren. Op Brede School Het Talent in Lent weten de leerlingen wel wat een app is. Nou, een app is eigenlijk een soort programma. Iemand die programmeert iets en dat is een soort code. Want een computer of een app kan eigenlijk helemaal niks zonder dat jij zegt wat het moet doen. De meeste leerlingen van de klas kunnen niet meer zonder apps. Ik zou niet zonder apps kunnen, omdat je dan niet zoveel op je telefoon kan. En dat, ja, daar heb je niet zoveel aan je telefoon, vind ik. Ik gebruik veel Pokémon Go, WhatsApp, YouTube en Google. Dan heb je ook geen contacten en ook geen WhatsApp. En dan kan je niet aan iemand vertellen waar je bent bijvoorbeeld of zo'n dingen. Sommige kinderen vinden een smartphone met apps niet per se nodig. Je telefoon is niet echt, ja, je leven speelt niet af op een schermpje. En ook gewoon, je kan ook gewoon bellen met de huistelefoon. Ik kan niet zonder apps, omdat als je moeder of je vader moet bellen of 112, ja, dan kan je niet bellen. De ICT-studenten van de hackathon krijgen 48 uur om een nieuwe app te maken. De leerlingen hebben zelf ook genoeg ideeën. Wij hebben een app bedacht waar je, als je bijvoorbeeld je uitsleutels kwijt bent, dan kan je dat in je telefoon zeggen. En dan zegt hij waar je uitsleutels zijn. Je ziet soms wel briefjes hangen bijvoorbeeld van dat een kat vermist is. En als je dan die app hebt, dan kan je zorgen dat de kat een chip krijgt. En dan kan je met die app zien waar je kat is. Onze app heet Olympitik. En wij hebben een app bedacht. Dan ben je eerst Egypte en als laatste Amerika. En zo kan je... En je mag zelf parcours maken en dat kunnen alle andere mensen dan soort van liken. En als je dan ook online bent, dan kun je dat samen spelen. En dan mag je zelf parcours maken en dan kan je ook een huis bouwen van een klein huis tot een villa. En dan kan je ook power-ups doen en ja, dat is het wel. Smartphones zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van deze kinderen. Maar in de klas zijn ze toch niet zo handig. Als je nou 1 hele hebt, hè, en ik wil er allemaal 5 in doen... Hoeveel 1,5 stukjes kunnen wij? Blijf wel eens. Wat gaan we doen dan?